Goedenavond, dames en heren, burgemeester, wethouders, raadsleden, andere geïnteresseerden en inwoners van de gemeente Twenterand. En natuurlijk allemaal de beste wensen voor 2017. Vandaag, 11 januari 2017, is het dan zover. Het jeugdlintje van 2016 wordt uitgereikt. Wat is de jongerenraad Twenterand toch blij dat we op zo'n mooi platform tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente dit prachtige, door ons gecreëerde initiatief mogen uitreiken. Allereerst bedankt hiervoor. Zoals jullie weten is er in 2016 het een en ander gebeurd. Goede ontwikkelingen, maar ook minder goede ontwikkelingen. Met nadruk op minder goede ontwikkelingen. Want de jongeren of de jeugd van Twenterand heeft natuurlijk wel een heleboel kritiek afgelopen jaar op zich gekregen. Drugsgebruik. Het is een probleem wat we niet mogen ontkennen en dat doen we ook niet. Maar dat alle jongeren algemeen geassocieerd worden met drugsgebruik is zwaar onterecht. Ja, en als ik het dan nog even mag zeggen, mag ik dat zeggen? Nou ja, ongenuanceerde bullshit, vind ik het. Want er gebeurt heel veel goeds in deze gemeente. Er zijn een tal aan vrijwilligers. We hebben veel sportclubs waar heel veel jongeren zich bevinden. Maar ook de muziek, jongerenwerk. Zo zijn er jeugdleden die geld hebben ingezameld voor renovatie voor hun schaats- en skielenclub. Er zijn ook scholieren bezig geweest, voor mij nog steeds. Nee, die zijn nog steeds bezig met hun eigen film. 170 jongeren die op het Noordijk 24 uur gevast hebben om meer dan 8000 euro op te halen voor een project in Suriname, voor beter onderwijs. Dan heb je ook nog de young leaders die in groepsverband activiteiten organiseren voor meerdere jongeren. En dan heb je ook nog laatst in Den Ham, hebben ze koekjes verkocht. 1 euro voor 1 koekje. En daarmee hebben ze meer dan 200 euro opgehaald voor Serious Request. En ga zomaar door. Dus ja, wij hebben leuke, enthousiaste, maar ook gezonde jongeren in onze gemeente. En nee, ze hebben daarin niet gelijk. En daar maakt de jongerenraad Twenterand zich sterk voor. Want wij zijn de voor- en door-jongeren. En wat is er nou mooier om dit te laten zien? Door voor de derde keer het jeugdlintje Twenterand uit te kunnen reiken. De winnaar van het jeugdlintje heeft positieve vrijwilliger bijdrage of invloed op zijn of haar omgeving. En heeft ook als voorbeeldfunctie anderen te motiveren voor vrijwilligerswerk. Dat is natuurlijk iets om heel trots op te zijn. Voordat ik begin met de uitreiking, wil ik graag even als voorzitter van de jongerenraad mijn trouwe raadsleden naar voren inroepen. En geef ze een groot applaus. Hier komen ze. Gerald Jansen, Esmee Bijhoff, Mirella Gerrit, Rachel Smith, Barend Leermans en Verhinderd Patricia Mager. Hoi. En nu komen we bij het punt waar we de genomineerden bekend gaan maken. Om alle aanmeldingen te kunnen beoordelen en te nomineren heb je natuurlijk een juryberaad nodig. Het juryberaad van het jeugdlintje bestaat uit 5 juryleden, wel woonachtig in de gemeente Twenterand. Het juryberaad van dit jaar bestaat uit de voorzitter van de jongerenraad Twenterand, wethouder jeugd Jan Binnenmas, medewerker jeugd, beleid en preventie Carmen Valk, jeugdlintje winnares 2015 Sophie Vuchterveen en tot slot nog een gastjurylid. En het gastjurylid van dit jaar is Nederlands meest onderscheiden fotograaf Stefan Schipper. Met trots kunnen wij zeggen dat wij 4 nominaties hebben dit jaar en 4 uit 4 verschillende plaatsen. Een goed voorbeeld dus van algemene positieve en vrijwillige inzet vanuit de hele gemeente. Zoals genomineerde 1, Thijs Laman uit Vromshoop. Thijs is 16 jaar en heeft een heldendaad verricht. Begin januari 2016 was het glad in Vromshoop en Thijs zijn vriend Jarel besloot even om op de gladde stoep te gaan fietsen. Door de gladheid viel hij hard met zijn fiets en met zijn hals in een puntig hek. Thijs zag al gauw dat Jarel een gevaarlijke grote snee in zijn hals had en schoot meteen te hulp. Maar rustig en adequaat handelde Thijs goed en heeft de ambulance gebeld. Dit heeft ervoor gezorgd dat Jarel goed kon genezen en natuurlijk verdere letsel heeft kunnen voorkomen. Dan hebben we genomineerde 2, Emma Fokker uit Frieseveen. Emma is een enthousiaste vrijwilligster
en sporten bij sportclub Frivol in Vriezeveen. Plots kreeg het leven van Emma een andere wending. Ze is getroffen door een nare ziekte in haar keel en was ook langdurig ziek. Ze heeft veel zware behandelingen achter de rug gehad, maar liet zich niet bij de pakken neerzitten. Tijdens haar zogenoemde time-out heeft zij vrijwilligerswerk gedaan bij een dierenasiel en meerdere activiteiten ook nog georganiseerd bij sportclub Frivol. Zoals het scholenproject, het krokustoernooi, het buurtvolleybaltoernooi en het sportcarousel. Kortom, een echte doorzetter die zich niet laat dimmen door een verschrikkelijke ziekte. Overdagje van genomineerde 3. Robin Tebeck uit Den Ham. Robin is een hele leuke, lieve, enthousiaste, hardwerkende jongen die zich inzet voor jeugd en ouderen in Den Ham. Moet er collectes worden gedaan? Bel Robin. Moet er klusjes worden gedaan? Bel Robin. Oh, we hebben ook jong leaders. Wie heeft daar zin om aan mee te doen? Ah, Robin. Robin, die doet overal aan mee. Robin wilde leren over zijn eigen kwaliteiten en bedacht het leuke idee om wat te organiseren voor de ouderen in het lieve ding. Kortom, niks is Robin te veel en er kan overal voor worden ingezet. Dan de laatste nominatie, genomineerde 4. En dat is niet 1 iemand, niet 3 mensen, maar dat zijn 6 enthousiaste vrijwilligers uit Westerhaar. Dit zijn Tycho Kemperman, Joey Lublinghoff, Tim Eckel, Colin Gering, Jeffrey Schutte en Corwin Wacht. Deze groep toppers hebben een mobiele skatebaan geregeld in Westerhaar. Halverwege 2015 zijn ze op gesprek geweest bij de gemeente om het voor elkaar te komen, te kunnen krijgen, maar dat is tot niks uitgekomen. Maar de jongens, die leggen zich natuurlijk hier niet bij neer. Wanneer? Want in het kader van project Westerhaar aan Zet hebben zij een plan ingediend om de jongeren in Westerhaar meer aan het sporten te kunnen krijgen. Het plan die is ingediend was een mobiele skatebaan die in- en uitgeklapt kan worden en overal in Westerhaar kan worden neergezet. Dit hebben zij een paar keer moeten presteren aan verschillende partijen en meerdere malen voor moeten schrijven. Uiteindelijk is het ze gelukt en hebben ze een super toffe mobiele skatebaan. Daarnaast zijn de jongens ook verantwoordelijk van het verloop en het vervoer van de skatebaan. Dat houdt ook in dat zij jeugd moeten aanspreken wanneer dat nodig is. En zelfs op een warme zomermiddag afgelopen jaar zijn er zelfs meer dan 25 kinderen geweest die gebruik hebben gemaakt in Westerhaar van de skatebaan. En het heeft er ook voor gezorgd dat er nieuwe vrijwilligers zijn bijgekomen. Kortom, een topteam die een heel goed voorbeeld geeft aan de jongens in Westerhaar. Dan vraag ik nu of de genomineerden naar voren willen komen voor de uitreiking. En geef even toppers een groot applaus. Voor stuk. Jullie verdienen ze eigenlijk allemaal, maar er kan er maar één de winnaar zijn. Dat is al lastig, hè? Daar komt nu het moment suprême, of hoe je dat ook noemt. De uitreiking wil ik graag laten doen, nu door onze wethouder jeugd Jan Binnenmas. Jan, succes! Wat moet je hier aan toevoegen? Eigenlijk helemaal niks. Alleen één ding. Wethouder jeugd, daar word ik voor aangesproken. Maar wethouder jeugd kan je alleen maar zijn als er jeugd is. Jeugd die zich op deze manier laat gelden. Die dus door anderen in het zonnetje worden gezet. Want als je genomineerd wordt, dan val je dus op. Dan val je niet op door jezelf, maar door anderen. En dat je dan als jongerenraad weet, die voorzitter van de jongerenraad, ik wil hem toch even noemen, die dan gewoon voor RTV Oost als de jeugd in Twinterland negatief landelijk wordt neergezet, voor RTV Oost een interview geeft en daarin echt ondubbelzinnig opkomt voor onze jeugd van onze gemeente, dan is dat grote klasse. We mogen als gemeente trots zijn op onze jongerenraad. Ik zal het niet langer spannend houden, want het is natuurlijk best even spannend, want een lintje. Eigenlijk, Martijn zei het, eigenlijk verdient iedereen dat lintje. Maar we kunnen er maar uitreiken aan 1 genomineerde. Er zijn er 4 dit jaar, dat is best uitzonderlijk. Dat is ook al bijzonder. Maar ik mag hem uitreiken aan 1 genomineerde. En ik zal het meteen maar zeggen wie dat
dan dit jaar geworden is. Het jeugdlintje 2016 gaat naar Emma Fokker. Goedenavond, welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Twenterand. Ik ben Martijn Bos, voorzitter van de jongerenraad Twenterand. En naast mij zit jeugdlintje winnares Emma Fokker. En Emma, hoe voel je je eigenlijk? Ja, nou, ik wist niet goed wat ik ervan moest verwachten en wie er allemaal nog meer genomineerd was. Dus het was een verrassing. Ja, en dat begrijp ik. Ik denk dat het ook heel leuk is, of niet, als je het jeugdlintje krijgt? Ja, heel erg, ja. En ga je er nou nog iets mee doen? Of, vertel eens eigenlijk, want je krijgt het jeugdlintje natuurlijk niet zomaar. Wat heb je allemaal gedaan om het jeugdlintje van de gemeente Twenterand dit jaar te mogen krijgen? Of van het jongerenraad Twenterand? Nou, vorig jaar ben ik ziek geweest. Ik heb kanker gehad en bestralingen. En dat was een half jaar. Daarna was ik aan het herstellen en nogal moe. En toen ben ik gestopt met school voor een half jaar. En in die tijd heb ik vrijwilligerswerk gedaan bij de volleybalvereniging Frivol in Friesvee. En toen heb ik training gegeven aan teams. Ik heb toernooien georganiseerd. Van allerlei toernooien en wedstrijden. Ja, dat is vrijwilligerswerk wat ik gedaan heb. Ja, dat is in ieder geval heel veel en ook heel knap trouwens. Dus eigenlijk ben je wel echt een voorbeeld van iemand die zich niet zomaar bij de pakken laat neerzitten, maar gewoon zegt van gas. En ook al ben ik ziek, gewoon lekker tegenaan. Ja. En de sportcarousel heb je ook gedaan. Nou ben ik niet heel erg van de sport. Ik heb wel gevoetbald, maar wat is een carousel precies? Bij de sportcarousel zijn we bij de scholen langs geweest en daar hebben wij in een gymles even volleybal geleerd. Dus een paar lessen gedaan, zodat de kinderen kunnen kennis maken met de sport. Ja, er zijn ook verschillende sporten geweest volgens mij. Dus wij zijn er geweest met de volleybal en de basketbal is er sowieso geweest. Voetbal was er volgens mij. Dus, het was wel een groot project. Ja, nou, dat heb ik niet georganiseerd. Daar heb ik aan meegedaan, gewoon helpen met die gastlessen geven. Knap, heel knap. En er zaten ook meerdere sporten bij. En hoeveel kinderen waren er? Waren er ook allemaal kinderen van de Frivol bij? Want je zit ook bij de Frivol. Bij die sportcarousel waren er 2 of 3 mensen die de lessen gaven. Frivol heeft natuurlijk voor de toernooien die we... Maar niet uit hoor. Ik ben ook zenuwachtig.
voor de toernooien die we organiseren veel vrijwilligers nodig. Dus ik zit dan meestal in de organisatie. Maar we hebben ook mensen nodig die komen helpen met fluiten en tellen. Opruimen, opzetten. Dus ja, dus daar zijn vrijwilligers bij. Ah, dat is mooi. Hartstikke mooi. En je hebt een krokustoernooi gedaan uit mijn hoofd. Sportcarousel. Jeugdvolleybaltoernooi. Of buurtvolleybaltoernooi? Buurtvolleybaltoernooi. Buurtvolleybaltoernooi inderdaad. We hebben de krokustoernooi gedaan. Scholenproject hebben we gedaan. Dus zijn we bij alle scholen in Frieseveen langs gegaan. En hebben we drie weken lang lesgegeven. Bij de groepen 4, 5, 6. Om ook die kinderen kennis te laten maken met volleybal. En verder nog de wedstrijden van de minis die elk jaar twee keer komen. Dus dan alle wedstrijden regelen voor de Nivobo, voor de bond. Ja, en dan trainingen door de week gewoon. Trainingen door de week doe je ook? Ja, ik zit nu met twee teams, twee C-teams. Vroeger heb ik altijd de minis gedaan, hele kleine. Alleen, nou twee teams. Dat was... Zat geen uitdaging meer in al? Jawel. Dat is heel leuk met al die kleintjes, maar ja... Ik heb nu twee teams en ik zit nu weer op school, dus dat was te druk. Ja, dat snap ik. Ja, je zit weer op school, want je bent een tijd gestopt met je opleiding, begreep ik ook. En klopt dat je nou ook weer een andere opleiding doet? Of nog wel steeds, voor mij is HBO laboranttechniek? Of, ja. Ja, hè? Ja. Biomedisch laboratorium, ja. Is dat een soort analist of wat is dat? Ja, het kan verschillende kanten op. Je kunt onderzoeken, je kunt experimenteren, je kunt researchen. Nu nog redelijk breed. Ja, kan nog kiezen. Maar het lijkt me ook heel moeilijk als je eenmaal op school altijd hebt gezeten, zeg maar. En vervolgens dan word je getroffen door een nare ziekte. Dan krijg je allemaal behandelingen en stralingen en allemaal dingen wat je eigenlijk helemaal niet wil. En vervolgens heb je toch wel weer je school opgepakt. En dan heb je toch weer alles. Nou, diep respect, serieus. Ja, het is op zich, als je stopt met school, dan mis je het op zich wel. Ik denk ook wel de contacten en alles. Ja, met je klasgenoten, de leraren. Gewoon het ritme hebben van je kunt ergens naartoe. Naar school en elke dag heen en weer. Je gaat het missen op een gegeven moment. Vakantie is altijd fijn, maar een half jaar dat is wel heel lang. En er waren ook nog drie andere nominaties. Daar heb je dus van gewonnen. Die andere drie nominaties waren ook heel goed. Dus petje af. Ja, dank u wel. Geniet ervan. En, je bent echt een topper van 2016. Ja. Huis.